Hoi allemaal! Misschien heb je mijn unboxing video voor It's Duct Tape al gezien. Ik heb prachtige kleuren en patronen in huis en was heel benieuwd wat je hier allemaal mee kan maken. Zelf had ik niet eerder met duct tape gewerkt, dus ik ben eerst op YouTube gaan kijken en ik kwam echt de leukste tutorials tegen. Maar ook zonder tutorials blijkt duct tape een ideaal product te zijn om in huis te hebben. In mijn knutselkast zal dit zeker niet meer ontbreken en in mijn reiskoffer zal dit ook zeker niet meer ontbreken. In deze video geef ik een kort overzicht van de projecten waarvoor ik duct tape deze week heb gebruikt en misschien breng ik je hiermee op ideeën. Dit is een van de lievelingsboeken van mijn jongste dochter en het was ook een van de lievelingsboeken van mijn middelste dochter en van mijn oudste dochter. Zoals je ziet is het boek letterlijk stuk gelezen. Het gaat al zo'n 8 tot 9 jaar mee. En ik kwam op het idee om dit te gaan repareren met duct tape. Nou, dat ging echt verrassend gemakkelijk. Eerste stuk duct tape heb ik geplakt aan de achterkant, zoals je nu in de video ziet. En dan plak ik het vast over een gedeelte van de rug van het boek. Vervolgens knip ik het op maat. Ik had hem alleen wel iets ruimer moeten afknippen. Dus als je dit zelf doet, zorg er nou voor dat je iets meer hebt om naar binnen te vouwen. Het gaat wel, maar ruimer was beter geweest. En dan is het boek weer als nieuw. Dus toen mijn dochtertje dit zag, was ze heel erg blij, want ze maakte zich al zorgen om het boek. Maar het zit nu weer heel stevig vast. Als je bent uitgekeken op een schrift, dan kun je heel gemakkelijk de kaft veranderen door middel van duct tape. Hier kies ik voor een camouflageprint. Ik gebruik maar één baan camouflageprint. Ik had ook het hele schrift kunnen beplakken. Maar nu zie je dat het schrift er toch wel heel anders uitziet. Dit is een fotolijstje van de IKEA. Ik meen dat ze rond een euro zijn, niet meer dan 2 euro. De achterkant is geknakt zoals je ziet. Die ga ik verstevigen met duct tape. En ik ga het lijstje veranderen. Eerst beplak ik de korte zijdes met een zebraprint. Dat was gemakkelijk. Nu de lange zijdes nog. Dat was even puzzelen. Ik heb de lange zijdes ruim afgeknipt. Ik gebruik geen lineaal in deze video. Als je niet tevreden bent over waar je de reep duct tape hebt geplakt, dan kan je hem heel gemakkelijk weer ervan afhalen en opnieuw opplakken, zoals je ziet. En dan besluit ik hier een knipje te geven aan de andere kant en dan kan je dat stuk naar binnen vouwen. Nu de onder- en bovenkant nog. Ook daar geef ik eerst een knipje. En dan kan je dat stuk naar de achterkant vouwen. En op zich was het wel beter geweest als ik daar iets meer overlap had gehad. Want hoe ruimer je het naar de achterkant vouwt, hoe beter het blijft zitten als je vervolgens daar weer duct tape bovenop plakt. En dat zal ik zo meteen laten zien. Hier plak ik dus een stukje tape daar weer bovenop om het goed vast te zetten. En dat doe ik uiteindelijk met de hele rand. Maar dat laat ik niet zien in de video. De andere lange zijde beplak ik op dezelfde manier. En dan heb je op een hele gemakkelijke wijze een heel nieuw fotolijstje. En kan je zo nieuwe kleuraccenten aanbrengen in je kamer. De achterkant heb ik verstevigd. Dus het fotolijstje is weer als nieuw. Ik kreeg de smaak te pakken, dus ook dit pennenbakje moet eraan geloven. Het is van metaal, ik was heel benieuwd of duct tape zou blijven zitten, maar dat ging erg goed. Eerst besluit ik om roze duct tape te plakken op de rand. En om dat naar binnen te kunnen vouwen, geef ik eerst weer allemaal van die kleine knipjes. En daarna vouw ik die kleine stukjes naar binnen. Omdat het rond loopt, is het anders wat lastiger om die rand naar binnen te vouwen. En als de rand dan helemaal klaar is, zorg ik ervoor dat ook onder de rand alles goed is aangedrukt. En datzelfde doe ik met de onderkant. Dan pak ik een zebraprint en die plak ik aan de buitenkant van het pennenbakje. En hiervoor heb ik 2 repen nodig onder elkaar. En daarmee heb ik het mezelf weer lastig gemaakt, want er zit een patroon in. Dus ik probeer die 2 repen zo goed mogelijk onder elkaar te krijgen. Zelf vind ik het niet storend dat die strepen niet precies doorlopen.
Dus dit is dan de tweede strook ducttape. En dan is het pennenbakje bijna klaar. Ik besluit aan de binnenkant nog een strook roze ducttape te plakken. Ook om ervoor te zorgen dat die kleine strookjes blijven zitten die je naar binnen hebt gevouwen. En dan zou je het al zo kunnen laten, maar toch besluit ik om ook binnenin nog een keer ducttape te plakken. En omdat het wat lastiger werken is, doe ik dat niet met één strook, maar met allemaal kleine stukjes. Omdat het onderaan zit, zie je dat toch minder. En dan is je pennenbakje klaar. Een hoog IKEA-gehalte in deze video, want ook dit plastic zakje van IKEA besluit ik te beplakken. Eerst knip ik de rand eraf bij de sluiting. En eigenlijk, als ik dit voor een tweede keer zou doen, dan zou ik de rand wat ruimer afknippen. Maar voor mij is het ook allemaal maar uitproberen voor de eerste keer. En ik was nieuwsgierig of dit werkte. Want ik denk dat je op basis van dit project heel veel andere leuke dingen kan maken. Dus nu maak ik een etuietje. Maar je kan dus ook een boterhamzakje maken of een tasje. In ieder geval besluit ik dus dit zakje van IKEA te halveren, zodat het zakje kleiner is. En daar heb ik dan eerst een strook ducttape opgeplakt en naar de achterkant gevouwen. En nu heb ik één kant helemaal beplakt. Dan draai ik het zakje om. En dan is de andere kant aan de beurt. Ik gebruik hier niet zo'n snijmat, bewust niet. Want ik wilde weten of dit ook kan zonder snijmat. En ik gebruik ook geen liniaal. Want anders had ik heel mooi alles al op maat kunnen maken. Maar zo kan het dus ook. Dat je hem achteraf op maat knipt. De ene kant is nu klaar. De sluiting heb ik ook iets korter afgeknipt. En achteraf heb ik daar spijt van. Dus voor een tweede keer zou ik daar wel meer ruimte laten. Zodat je hem gemakkelijker kan openen en dat hij ook beter afsluit. De achterkant heb ik nu ook beplakt. Nu ga ik nog een roze rand aanbrengen. De ene kant en de andere kant. En dan draai je hem om en dan plak je dus de andere helft ook over het zakje. En tenslotte de onderkant. En die valt nu heel mooi over dat randje waarmee ik ben begonnen. En dan kom ik erachter dat aan de andere kant dat roze streepje niet precies over die rand valt. Kijk maar, hij valt eronder. Dus daar baalde ik van. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik daar weer een streepje zwart over plakken. En zo kan je spelen met kleuren en kan je elk patroon aanbrengen die jij wilt. En dit was nu nog heel gemakkelijk en nou ja. Je zou ook nog, als je wat meer handigheid erin krijgt, hartjes of bloemetjes kunnen uitsnijden en die er weer vervolgens opplakken. Maar hier heb ik dus een reep ducttape gehalveerd. En vervolgens plak ik die weer op het roze. En dan heb je een nieuw etui. En het etuietje kan dus dicht. Het handige hiervan is dat jij zelf kan bepalen hoe groot, hoe diep jij je etui wil hebben. Ik hoop dat ik je in deze video wat ideetjes heb kunnen geven. Rechts in beeld zie je een bloemenpen en daarvoor ga ik een aparte video maken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!